Oh, kom maar eens kijken wat we in dit schilderijtje zien. Het gaat over het feest van Sint-Niklaas, maar wie we niet zien is de oude baas. Wat we zien is een gezin. En hier, die moeder, is eigenlijk het begin. Kijk van haar eens naar beneden naar het bekende schoentje, dan weer omhoog naar het haantje. Dat is nou de oorsprong van kapoentje. In het emmertje van het meisje zit nog veel meer lekkers, maar in haar handen heeft ze eigenlijk iets gekkers, dat is een Johannes de Doper-popje. En daarmee is hij naar nopjes, want zo'n popje is een soort van talisman die kinderen tegen ziekte beschermen kan. Nu dat huilend jongetje, van hem gaan we naar dat meisje toe en daar zien we de reden van zijn verdriet. Een schoen met inderdaad een roe. En een roe is eigenlijk een bosje twijgen waarmee stoute kinderen op hun valie krijgen. Via opa gaan we nu naar oma toe. Kijk, die heeft achter het gordijn nog wel wat lekkers voor die kleine met die roe. Nou, zo zit dit schilderij vol met leuke dingen, zoals ook deze kinderen die in de schoorsteen zingen. Dit schilderij is uiteraard van Steen, uh, ja inderdaad van Jan. En die Jan Steen, die kon er wel wat van. En terecht trekt hij altijd veel bekijks met dit en andere schilderijen in het Rijks. Wij wensen u nog een fijne Sinterklaas met dank aan onze conservator Evelien Sint-Nicolaas. Ja, die heet echt zo.